Het is zondagavond 8 uur, tijd voor een nieuwe aflevering van FC Afkikken. Het is een primeur, want vanavond is de eerste uitzending in de nieuwe studio. En daarin gaan we speelronde 22 van de Eredivisie bespreken. En dat doe ik met de volgende gasten, Kees Kwakman, Freek Jansen en Sander Fischer. Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van FC Afkikken in de nieuwe studio, zoals aangekondigd. We zijn begonnen in een nieuwe studio. We zijn nog wel een beetje aan het verbouwen. We hebben ook microfoons vandaag in verband met het geluid, dus dat je het weet in ieder geval. Maar we zijn heel blij dat we eindelijk kunnen uitzenden in een nieuwe studio. En dat doe ik met drie vertrouwde gasten eigenlijk wel. Kees Kwakman, Sander Fischer en Freek Jansen. Al ben je al een tijdje niet geweest. Laatste keer was de kerstshow, hè? Kerstshow, ja. Een reguliere uitzending? Een reguliere uitzending? Ja, een tijdje volgens mij sinds jullie op zondag zitten, denk ik. Ja, dat trek je normaal niet. Maar nu, naar de heerlijke overwinning van gisteren, ja. Had je naar Groningen moeten rijden? Nee, het was meer eerste keer in de studio. Ja, dat feest, dat wilde ik natuurlijk niet missen. Nee, en dan voor de kijkers thuis, dan vraag je, Sander Fischer komt langs, leuk. We hebben hier nog plek voor dingen in het decor, een soort FC Afkikken museum starten. Zei ja, super, ik neem wat leuks mee. Dus wat heb je meegenomen, Sander? Nou ja, ik heb allemaal verschillende keuzes eigenlijk. Dus ja, ik zat te wachten op je antwoord. Ik had je geappt, maar je had niet gekeken. Dus helaas, nee, sorry, ik ben het vergeten. Hij is het vergeten. Je hebt ze te goed van me. En, wat had je in gedachten? Ik heb een paar voetbalschoenen. En ik hoorde net Kees praten over misschien een shirtje van RBC, een echt collectors item. Dus ik zal kijken of ik misschien ook nog van AGOVV een echt collectors item voor je heb. Maar ik had nog wel iets verwacht van een dierenpark, iets voor jou. Nou, dat mag ook, dat ga je even laten zien, denk ik. Nee. Ik zwaai deze keer. Okay, goed, we gaan. Wat was het dan? Voor de mensen thuis die nu deze uitzending zitten kijken en daarna niks te doen hebben, Google straks even Sander Fischer Dierenpark Emmen. Nou, dan ga je een reportage met een hele jonge Sander Fischer, die toen bij Emmen speelde, een Rotterdammer in Emmen. En die ging toen naar een dierenpark. En hij was zeer ontstemd dat er één soort dieren er niet was in dat park, niet waar, ja, klopt. Dat was het toch? Ja, en wat waren het? Leeuwen. Leeuwen. Oh, okay. Geen leeuwen. Maar goed, daarover misschien een andere keer meer. We gaan het hebben over speelronde 22. Kees, gisteren de koploper in actie gezien. Ik neem aan, jij ook. Jij voetbalt pas morgen. Gedeeltelijk. Ook een beetje naar andere wedstrijden gekeken. Ja. Was je onder de indruk van Feyenoord? Nou, ik vind wel dat zij toch hun wedstrijden gewoon ogenschijnlijk makkelijk winnen. En al moet ik zeggen dat Groningen wel een hele grote kans kreeg bij 0-0. Maar Jensen. Ja, die was niet. Berghuis kreeg ook een goede kans bij 0-0 overigens, hoor. Die mocht er ook wel in met die paas van Vilena. Maar ja, je ziet wel dat tegenstanders zich echt gaan aanpassen aan Feyenoord ook. Groningen ook, echt Catenaccio gespeeld. En dat Feyenoord echt het idee heeft van, je ziet ook de rust in het elftal van, ja, wij gaan deze wedstrijd, hoe dan ook, gewoon winnen. En die goal die gaat gewoon vanzelf vallen. En ze hebben veel jongens die een goal kunnen maken. Ja, dat stralen ze wel uit. Nou, dan gaan we het zo over Feyenoord hebben. Even over FC Groningen. Er zitten hier twee voetballers en een trainer. Een zeer gerespecteerd trainer zelfs. Als je nou 6 wedstrijden op rij niet hebt verloren als FC Groningen en je gaat naar de Kuip, moet je dan je tactiek helemaal omgooien voor 1 wedstrijd, Sander? Nou ja, is moeilijk. Maar ik denk dat je dan wel een bepaald vertrouwen hebt. Dat je de dingen die je de laatste 6 wedstrijden doet, dat je wel zoiets hebt, dat je dat ook daar wil gaan laten zien. En natuurlijk moet je dan niet als een kip zonder kop gaan rennen. Dus je kan wel iets van zekerheid inbouwen, maar ik zou wel een beetje met dezelfde opvatting gaan. Maar Groningen speelt uit volgens mij, dit was wel heel extreem, ja. Echt 5-4-1. Maar zij spelen uit altijd wat meer teruggetrokken, hoor. Daarom dat ze uit ook. Ik heb het idee dat ze zich uit wat prettiger voelen. Omdat thuis verwacht het publiek dat ze aanvallend voetbal gaan spelen. En dat hebben ze in het begin van het seizoen gedaan. Dat is toen Falikant misgelopen. Toen begonnen ze ook zo slecht. Ja.
En toen zijn ze daarna echt naar een strijdplan gegaan waarin ze iets wat gaan doen. Maar ook niet heel, want ze hebben 6 keer niet verloren. Alleen ik heb vorige week die wedstrijd Groningen Excelsior gezien. Ja. Dat was geen doorkomen aan, dat was afschuwelijk. Dat was ook niet zo dat ze nou vorige week, ze hebben 6 keer niet verloren. Maar het is niet zo dat ze nou vorige week een wedstrijd speelden die ze 5-0 wonnen. En geweldig, dat je denkt, we hoeven niks aan te passen. Nee. Groningen is gewoon toch een heel matige ploeg. Dus ja, gisteren wel echt vanaf het eerste moment zag je echt 5-4 en Maï. En dat interview met Maï na afloop was wel grappig. Dat hij op een onbewoond eiland zat. Precies, ja. Je wist ook precies gelijk wat de slaggever bedoelde. Is dat niet, en dan kun jij denk ik misschien ook best aangeven, wat je nu sowieso ziet bij die top 3 thuis tegen andere clubs. Want vanmiddag bij Ajax Sparta, waar je zat, was ook Sparta vanaf het eerste moment achteruit rennen. En dan krijgen ze toch nog 1 kantje in de eerste helft. Net zoals Groningen. Sparta van ook 1 kantje in de eerste helft. Daar gokken ze op. Maar verder lopen ze. Het is niet meer dat ze vanaf de kopcirkel of de middenlijn druk zetten. Nee, echt nog verder naar achter. Hoe doen jullie dat tegen topploegen? Nou, op zich spelen we tegen de topploeg best wel aardig. Tot nu toe, we speelden uit PSV. Verloren geloof ik in de 85e minuut 1-0. Siem de Jong. Ja. En dat was eigenlijk kant op het moment dat we niet helemaal goed knepen. En dat was overbodig. Niet dat we nou PSV naar huis speelden of zo niet. Maar wel dat we gewoon lekker meespeelden. En dat we wel iets wilden. Maar je wordt gewoon teruggedrukt. Ja. En soms wil je wel druk zetten. Hè? Dus dan heb je een idee. Bijvoorbeeld, we gaan met 3 voorin druk zetten. Maar als ze daar op zich onderuit voetballen, dan moet je op een gegeven moment naar achter. Volle bak, en als je natuurlijk af middenveld dus dan weer te snel uitstapt of als achterhoede, dan is het makkelijk. Hoe meer gaten je weg heeft, dan is tik-tik. En dan word je gezien. Voetballen met ploegen. Ja. En dan ben je natuurlijk weg. Dus dat wil je natuurlijk overkomen. Het gaat er met name om dat je naar voren je speldenprikken kan uitdelen. Ja. Weet je, zodat het, zoals Utrecht vandaag dan ook, die zakte ook wat terug. Maar die waren wel aan de bal, waren ze ook gevaarlijk bij PSV. En dat is ook vaak het probleem bij Sparta vandaag. Die zijn dan zo snel die bal weer kwijt en tegen die topclubs. En ja, want dat zei Ernest Faber ook voor de wedstrijd. Ik heb het aangepast dat als we in balbezit komen, dan we tenminste een tijdje in de ploeg kunnen houden tegen Feyenoord. Anders ben je hem zo snel weer kwijt. Ja, dat klopt. Dat, en bij Sparta, maar dat gebeurde niet, toch? Nee. Bij Sparta gebeurde het ook geen moment. Bij Sparta kan ik misschien nog indenken, of bij Go Ahead, dat ze denken, dat ze ook met de doelsaldo rekening houden. Weet je, dat Sparta denkt, die hebben volgens mij een redelijk goed doelsaldo. Ja. Dat is toch een extra punt. Maar bij Groningen, die eigenlijk een seizoen spelen waar ze niks meer te, dan denk ik misschien ook, ga gewoon lekker in de aanval spelen bij Feyenoord. En nu ga je er ook af en na afloop denk je van, wat heb je godsnaam hier gedaan? Iedereen deze zaterdagavond eigenlijk gedaan. Maar over Feyenoord, Feyenoord nog geen tegendoelpunt in de competitie tegen in 2017. Heel soeverein. En dan gisteren, misschien de grootste consternatie na afloop, was Dirk Kuyt. Die het niet aan zag komen dat hij op de bank begon. En dat zijn invaller, of de persoon die op zijn positie speelde, Jens Toornstra, de grote man was met 2 doelpunten. Ja, ik vond het echt gênant van de Kuyt. Ja. Ik denk, hij had gisteren, ik snap niet waarom hij zo eigenlijk triest reageert. Want je kunt, eigenlijk ben je echt de grote man, dan sta je erboven als je gewoon reageert van het is heel vervelend dat ik niet speel, maar het is ook fantastisch dat iemand op mijn plek 2 keer scoort. En ik hoop dat ik volgende week weer de kans krijg. Want vorige week stond hij wel in de basis. Maar dan gaat hij lopen jammeren van, ik dacht dat een aanvoerder een streepje voor heeft. Nou, hier zitten ook 2 aanvoerders of voormalige aanvoerder. Maar ik denk, hij heeft dit seizoen vaak genoeg zijn streepje voor gehad, hoor. Dat hij niet goed speelde, maar dat hij gewoon mocht blijven staan. Of dat hij pas later werd gewisseld. Ik vind dat zo, ik vind dat echt onbegrijpelijk voor een speler die al zijn hele carrière loopt te roepen dat hij alles in het belang van de club doet. Dat is het hem al, Fran. Want dan eerst gaat hij de eerste 3 minuten helemaal los over dat hij dacht dat hij een streepje voor had, dat soort dingen. En dan zegt hij, maar Feyenoord, het gaat om Feyenoord, ik wil een prijs pakken, Dirk Kuyt is niet belangrijk. Maar die eerste 3 minuten geeft hij even aan wel hoe belangrijk Dirk Kuyt eigenlijk is volgens Dirk Kuyt. Ja, dat klopt. Nee, maar vind je dat niet? Nee, ik vond dat hij wel inderdaad aardig aan het klagen was. Of in ieder geval een beetje dat hij er heel sipjes van was en een beetje zielig mee was. En ik denk dat hij het wel anders op had kunnen lossen. Ja, want is het op dit moment ook gewoon niet zo dat hij eigenlijk tekort komt voor de basis? Als iedereen fit is? Dat vind ik niet. Ik vind wel dat hij zijn waarde heeft getoond. En ik vond hem de laatste thuisstrijd tegen, wie was dat, voor Twente speelde ze thuis. Toen vond ik hem thuis goed spelen ook. Ja. NEC was dat volgens mij. Ja, hij heeft een bepaalde zekerheid in zijn spel. Wat Feyenoord echt wel goed kan gebruiken. En hij heeft ook belangrijke goals gemaakt. Ik vind dat het Van Bronckhorst gewoon hier laat zien dat hij wel ballen heeft. En vorige week spraken we eigenlijk van over dat hij het misschien wel niet had, omdat hij het niet durfde. En nu durfde hij het
toch. Ondanks dat ze gewonnen hadden ook. Ja, ja goed, het verhaal van Kuyt, ja, die is gewoon teleurgesteld. En ja, ik heb daar niet zoveel moeite mee. Nee, maar hij is ook wel mooi, hè? Ja. Dat hij op 35-jarige leeftijd pissig is. Eigenlijk echt over de zeik. En je zag gewoon niemand die echt in de emotie nog zat. Ja. En daarom heeft hij uiteindelijk, was hij die 3 minuten ook zo aan het voorpraten. Ja, met de aanvoerderstreepje voor, dat vond ik ook van ja. Weet hebben je, jullie, dat, als jullie als dat klopt, maar hebben jullie als aanvoerders echt dat gevoel dat je dan een streepje voor moet hebben? Ik vond wel zijn interview, hij was rustig, weet je. Het was niet dat hij nou andere jongens sprak. Maar hij wist toch wel een dag, hè? Kijk, andere spelers kregen het ook wel eens voor de wedstrijd te horen. En ik kan me voorstellen dat je dan. Hij wist natuurlijk al wel meer dan 24 uur van, ik ga wissel staan. En het ongetwijfeld na afloop gaat er aan me gevraagd worden hoe het zit. Hij wilde er in ieder geval nog even wat over zeggen. Een puntje van maken. Maar heb jij een streepje voor bij de trainer als aanvoerder? Ik ben nu geen aanvoerder meer. Ja. Maar, heb je dan een half streepje voor? Ik denk, als je, laat het anders zeggen, als je bepalende speler bent, heb je in principe bij een trainer een streepje voor, omdat je bepaalt voor men en je hebt die trainer, heb je, ja, laat ik zeggen, je diensten bewezen. Dus als je dan, dan kan die je iets langer misschien een keer de hand boven het hoofd houden of zetten of denken van, nou weet je, ik weet dat het altijd goed is, van ik hou hem. Maar joh, weet je, misschien zit Gio van de week is Berghuis aan de beurt. Ja, dat gaat zomaar kunnen. Over Gio gesproken, denk je dat Gio actie gaat ondernemen tegen Michiel Kramer? Jij hebt het nieuws nog niet meegekregen. Ja, ik weet dat hij er niet was, maar dat er het was een beetje schimmig. Ja, gisteravond was het wat ik begreep. Ja, jouw collega Martijn Krabbedam die bracht het nieuws vandaag dat Michiel Kramer niet bij de uitlooptraining gisteren na de wedstrijd aanwezig geweest zou zijn. En de eerste berichten zijn dat Kramer zoiets heeft gezegd van ja, of deze regel geldt voor iedereen. Dat als je uitloopt met alle wissels, dan moeten ook alle wissels uitlopen. Nou, Dirk Kuyt deed dat bijvoorbeeld ook niet. En toen heeft Kramer heeft het niet gedaan. En die speelt morgen. Maar ze moesten na de wedstrijd in het stadion even uitlopen, uittrainingen. Want dan zouden ze vandaag vrij zijn. Ja. Okay. Anders moesten ze vandaag... Een soort van lichte training of zo? Of wat loopvormpjes dan? Dat is voor alle wissels. Ja. Iedereen die wissel heeft gestaan. En die ook heeft ingevallen. Ja, ook al heb je ingevallen. Ja. Want Nelom zat er ook bijvoorbeeld bij. Alleen Dirk hoefde dat niet te doen. Of Dirk deed het niet. En toen heeft Kramer gezegd, ja, of we doen het met z'n allen of we doen het niet. Is wat wij hebben begrepen. Ik vind het ook weer niet zo slim. Waarom zou Kuyt dat dan niet even doen? Ja. Weet ik niet, hoe lang was hij in ieder geval? Een kwartier, toch? Omdat hij 85 interviews moest doen. Ja, dat sowieso. Ja, omdat we alle liefde zijn. Ja, jongens, ik moet even uitleggen. Interviews te doen. Ik moet even uitleggen waarom ik niet speelde. Ik ben de aanvoerder. Dan wil hij dus ook heel graag de interviews geven. Anders kun je ook zeggen, ik laat die interviews even passeren, want ik moet uitlopen. Ja. Nee, ja, het is... Maar goed of slecht van binnen een spelersgroep leeft dat altijd zo dat als je een periode niet speelt dat je dan zegt nou of het is rechtlijnig en we gaan met z'n allen of we doen het niet. Kijk, dat soort dingen, dat speelt natuurlijk wel. En dat is altijd, hè, als iemand zegt van ja, die speelt niet goed en die blijft opgesteld. Ja, dan gaat de rest gaat morren. Of in ieder geval, die gaat onderling wat voor zeggen. Ja, die speelt altijd. Of nou, ja, die is het vriendje van de trainer. Of ja, dus dat soort praatje. Ja, die moet spelen van het bestuur of zo, weet je wel. Ja, dat krijg je altijd. Dat soort schimmige gezicht of een beetje van die plaagdingetjes. Maar goed, het is dan een kleine irritatie op dit moment in Rotterdam, maar voor mij gewoon op weg naar de titel. Zo. Ik denk dat ze gewoon lekker rustig moeten blijven en voor de rest niet te veel storm ervan maken. Jouw collega, Michel Albink, Freek. Ja. Laatste keer dat ze zo diep in het seizoen aan kop gingen was in jawel... Maar ze staan het hele seizoen al bovenaan, van speelronde 1, toch? Ja. Dit is wel heel frustrerend voor Ajax en PSV, hoor. Wat zeg je? ADO, toch nog in het begin even. Ja, ADO, ja. Gedeeld was dat toch? Nee, even, even omgedraaid. Die hebben we redelijk een vrije val. Nee, maar het is wel frustrerend voor Ajax en PSV dat die hopen toch dat Feyenoord ergens een keertje gewoon met thuis een 1-1 of inderdaad dat die wedstrijd zoals bij Roda of Twente uitpunten moest. Maar als dat maar steeds niet gebeurt. Ja. Kijk, volgende week moet Ajax bijvoorbeeld weer naar Vitesse op bezoek. Ja, Ajax en PSV mogen nu al helemaal niks meer laten liggen. Nee. Maar jij als ras echte Rotterdammer. Twijfel je nog aan een kampioenschap voor Feyenoord? Ik denk dat Feyenoord kampioen gaat worden. Ja? Ja, ik zou het wel leuk vinden als het daar staat. Ze staan eigenlijk 6 punten voor, hè? Ja. Want als je het doelsaldo meerekent, en als extra punt, is het nu 6 punten. Dat gaan ze niet meer weggeven, of wel? Nou ja, PSV en ik heb nog steeds Ajax groep en ik denk eigenlijk... Ja, ik zeg PSV. Ik denk ook nog steeds dat Ajax gaat worden. Wat denk jij, Kees, eigenlijk? Ik weet het. Jij doet hier niet aan mee. Nee, vorig jaar hebben we dit ook elke week weer moeten zeggen. Ik denk toch dat Ajax wordt. Ik denk toch dat PSV doort.
Eindelijk op het eind van de laatste speelronde. Nou, dat, ja, ik kan niet meer mis. Het is wel leuk zo dat traditionele top 3 nu gewoon... Alles gewonnen sinds de winterstop, alle drie. Dat vind ik dus... Weet je, ik hoop op zo'n episch slot. Wanneer was dat? Ja, Twente of Ajax-Twente vond ik fantastisch. Ja, dat, oh, dat in één wedstrijd vond ik echt, maar dat drie clubs nog meespelen. Weet je, dat ja, die was ook, Ajax en, was ook episch. Ja, nee, zo ik vond die... van de, op de laatste speeldag, dat voor mij was het in de arena, Ajax tegen Twente. Ja. Sien de Jong. En dat was toen, dat was de wedstrijd 1 tegen 2, konden allebei nog kampioen worden. Ja. Dat vond ik wel een geweldige wedstrijd toen. Ja. Zeker. En ik heb gezegd PSV. PSV won vandaag van de FC Utrecht. Grote man eigenlijk, Stevie Bergwijn, invaller. Eigenlijk dat we nu dachten dat ze verkochten twee buitenspelers in de winterstop. Nou, die gaat nu wel zijn kans krijgen. Moet nu eigenlijk nog steeds wachten achter Pereiro. Maar maakte vandaag eigenlijk het verschil als invaller. Ja, ja, ik was onderweg van de arena hier naartoe, dus ik heb er niet veel van gezien. Maar ik vind PSV de minste van de drie. Ook qua spelidee. Als ik vind bij Feyenoord en Ajax zie je, en dat is ook niet altijd goed hoor, want ook dat van Ajax was vandaag echt niet, speelde echt niet geweldig. Maar je ziet wel een bepaalde spelidee als die allebei spelen. Bij PSV heb ik dat het minst. Ik dacht ook bij mezelf, nou, die gaan direct uit de corner of een vrije trap gaan ze nog wel scoren. En ze hebben gewoon echt mazzel gehad, want Utrecht had gewoon met rust met 1-0 moeten leiden. Ja, de Utrecht was afgekeurd. Hè? Ja, Utrecht was de eerste helft gewoon beter. En maak echt een fantastische goal. 8 minuten voor rust of zo was het. Ja. Dus die hadden gewoon met rust 1-0 voor moeten leiden. Ja. En dan had ik het nog maar eens willen zien. Want dit 100% dat jij anders de rust in gaat. Je komt de rust in. Dan het eerste wat Barazit vraagt is, was het buitenspel? Die hebben waarschijnlijk ook een videoanalist. Ja. Die zijn eigen, en dan hoor je van nee. En dan zit je... Utrecht zat gewoon echt kloten in de kleedkamer. Dat weet ik 100%. Ja. En PS, ja, dat is toch anders. En ik denk ook dat het de tweede helft mentaal een dingetje is. En dat ze scoren uit een doodspelmoment, dat verbaast mij niet. Want ik vond echt het spel... Het is alleen Willems die een beetje aan de zijkant nog wel eens doorkomt en een voorzet geeft. Pereiro komt naar binnen. Arias speelde nu niet, dus die kwam ook niet op. Alles centraal. Ja, maar het is sowieso een heel moeizaam PSV. Heb ik voor de winter ook al gezegd. Ze moeten gewoon Bergwijn linksbuiten zetten. Die jongen moet je gewoon 5 wedstrijden laten staan. Ja. Ja. Luc de Jong zei dat ook na afloop voor de camera's van PSV TV. Dat hij heel erg blij was met de invalbeurt van Bergwijn. Nu was het dan Pereiro die eraf ging, maar het was gewoon een tactische wissel. Want je weet dat er toch wat ruimte lag aan die rechterkant. En dan kan Bergwijn daar misschien goed overweg met zijn snelheid en acties. Dat pakte goed uit en resulteerde inderdaad direct in een mogelijkheid van mij die de keeper ook aardig pakt, moet ik zeggen. Daar baalde ik wel van, maar gelukkig ging de volgende bal er wel in dan. Je kon hem niet meer sturen? Nee, het was moeilijk, want hij gaf hem echt hard voor me en dan wil je er alleen tegen aanslaan. En dan is het moeilijk om echt inderdaad naar een hoek of naar beneden te sturen nog. En ja, hij ging denk ik gewoon middenhoog in het dak en de keeper reageerde helaas goed genoeg voor hem. Even later forceert Bergwijn die hoekschop, die komt en die valt dan en die valt mooi bij de tweede paal binnen. Ja, dat ik hou er wel van, want dat zijn balletjes die van de tweede paal terug moet koppen, diagonaal. En nu zat er gelukkig niemand aan die binnenkopte, want ik kan me herinneren, volgens mij de Heerenveen thuis, dat iemand nog eens binnenkopte. Maar nu viel die lekker, direct lekker in het zijnetje. Voor mij maakt het ook niet uit wie de scoort, maar het is altijd fijn als je zelf scoort. Oh. Voor mij ik maakt het niet die uit laatste wie opmerking. Dan zeg je dat niet, hoor. Is een periode geweest dat hij dat toch wel heel erg... Ik denk dat mijn ex-collega Thijs Legers even een chapeautje doet. Ja. Maar Thijs Legers als geen ander ook weet dat hij dit niet mee doet. Wel een hele fijne goal trouwens. Ja, maar hij is een van de beste koppers van Europa. Ja, maar jij kan dat zeggen als kopspecialist, toch? Ja, dit... Nou ja, nee, maar iemand hier goed kan koppen, ben jij dit ook. Dit is echt een moeilijke bal. Grote goal. Ik heb hem gewoon dit seizoen... meerdere kopduels van Godin zien winnen. Echt structureel in die twee wedstrijden. Nou, dan behoor je echt tot een van de beste koppers van Europa. Ja. Maar ook geplaatst en hij kan zo goed timen. Ja, aanvallend is die. Ja, niet normaal. Nou, jij hebt hem bestaan natuurlijk. Win je wel eens een kopduel van hem? Ik win wel redelijk wat kopduels van hem. Oh. Ja, dus dan is het eigenlijk Luc de Jong wint van Godin. Ja, Fischer. Morgen staat er op veel op meer. Fischer beter dan Godin. En jij won... Jodan Boys. Die hadden gewonnen van ons en die kwamen uit boven Manchester. Of boven Barcelona. Ja, maar daarom, morgen Fischer beter dan Godin. Ja. Nee, en jij won met voetvolley in de zomer weer een kopduel van Sander. Dus dan ben je daar ook weer... Ja, zeker. Is het helemaal rond. Wel af. Maar goed, PSV gaat zich nog mengen in de titelstrijd, denk je? Nou ja, nee. Nou ja, op deze manier, maar niet. Die moeten natuurlijk... Kijk, Ajax wint nu ook alles. Dus ze moeten...
Het voor hun vervelend dat er twee clubs voor zitten. Ja, ze hebben ook wat Sander net zegt. Ze hebben veel scorend vermogen. Over twee weken is cruciaal. Ja. Ze hebben allemaal elkaar nog. Hè, dus. Ja, Feyenoord PSV is over twee weken toch? Maar ik was vorige week bij AZ PSV en dan kijk je naar die bank van PSV. Dat is echt niet normaal wie zij allemaal op de bank hebben zitten. Ja. Maar gaat dat nog een verschil maken, denk je, in de titelzaak? Kijk je aan van, gooi eens even een... Ja, maar, bijvoorbeeld een Siem de Jong, een Sitchenko, ja, een Bergwijn nu. Nee, maar jongens die in het veld komen en direct het verschil kunnen maken. Hendriks is weer fit. Absoluut. Ja. Maar ja, het verschil, kijk, Feyenoord heeft de luxe dat ze zo of Thomstra of Kuyt of Berghuis op de bank hebben gezet. Dat is natuurlijk ook eigenlijk een 12e basisspeler die je hebt. Nou ja, Ajax heeft natuurlijk, ik vind Donny van de Beek is een van die middenvelders weg. Want is Donny van de Beek ook een goede vervanger. En als is een Donny van de Beek hetzelfde op de bank hebben bijvoorbeeld als een Siem de Jong? Nou ja, ik denk als je dit seizoen naar de waarde kijkt voor hun ploeg, dat niet veel verschilt. Kijk, Siem de Jong heeft natuurlijk in potentie, of tenminste, dat is natuurlijk iemand die in het verleden veel meer van waarde is geweest. Maar Donny van Beek heeft dit seizoen ook een paar keer bijvoorbeeld Heerenveen uit toen hij inviel. Ook, laten we zeggen, voor Ajax wel een belangrijke rol gehad. Ja, is een heel ander type natuurlijk. Weet je, moet er wordt niet van hem gevraagd om, dat gebeurde die wedstrijd over zo, weet je, om de wedstrijd open te breken of iets. Maar PSV, ik denk dat ook Cocu zal een keuze moeten maken als ze met Bergwijn moeten spelen. Hij heeft nu natuurlijk Ramselaar daar op links een beetje hangend staan. Ja, ze hebben op middenveld gewoon echt goede spelers. Guardado, Van Ginkel, Prupper. Hij zal een keus moeten maken, denk ik. Of Pereiro is nu het haasje, dat kan ook nog. Dat zou ik denk. Ja, ja, nou ja. Maar ja, ik zou bij PSV wel graag een jongen aan de zijkant willen zien die een actie heeft en die buitenom gaat. Voor Luc de Jong is dat denk ik ook goed. Ja, ja, want als Locadia weer gaat spelen vanaf links, hè, stel dat hij terugkomt, dat is typisch weer iemand die weer naar binnen komt. Ja, maar dat werkte vorig jaar wel goed. En Locadia is toch wat meer aanvallend gericht. Die komt ook voor de goal. Weet je, Ramselaar is toch ook weer iemand die zich laat zakken, die gaat zoeken, die de combinatie gaat zoeken. Ja, en de Jong staat toch wel vaak een beetje alleen. Dus in Bergwijn kwam nu dan van rechts. Ja, dat deed hij ook goed. Dus ik zou hem wel graag wat vaker aan het werk willen zien. Ben je eigenlijk al teruggekeerd dit jaar met Go Ahead Eagles bij Excelsior? Ja, ja. Hoe was dat? Twee weken geleden. Ja, wel leuk eigenlijk. Ik kom er graag. Ik vind het gewoon een fijne club. En het was wel apart om iedereen weer te zien. En wel leuk. Ik had maar respectvol, hè? Ja, wel. Dit gebeurde vandaag bij de terugkomst van Labiat bij PSV. Nou, dit zit dus heel diep bij PSV-supporters. Ik moet wel zeggen, ze hadden wel een grappig liedje. Het was Fiche degradeerd of zo, dat stonden we onderaan. Oh, dat waren jullie? Ik wil wel lachen. Maar ja, Labiat is natuurlijk niet schrikkelijk weggegaan. Nee, streamend fluitconcert hier. Ik zag ook mensen echt wit heet op de... Ja, maar hij is natuurlijk... ik weet niet meer wat het precies was, maar hij was natuurlijk weggegaan dat hij zijn contract niet verlengde of vroeg. Ja, zoiets was volgens mij. Ik kreeg altijd in de war met die twee, die andere ook. Ja, met die Bakali. Bakali, ja. Precies, nou ik ook, ja. Maar voor mij zijn die alle twee niet zo lekker weggegaan, toch? Nee. Die Bakali helemaal niet. Hè. Maar het was voor de rest over het algemeen vrij rustig in het stadion. Toen ging het publiek wel redelijk los bij Labiat. Dat gebeurde dus niet op Boudestein bij jou. Nee, ja. Kleine... Behalve Fiche degradeerd. Fiche degradeerd, toen moest ik wel lachen. Want toen vonden ze volgens mij dat wel leuk dat ik moest lachen. Dus hoe was het bij Wolters eigenlijk gisteren? Werd die, Die had het denk ik niet zo naar zin. Nee, maar werd hij wel door het publiek... Niet echt op gereageerd eigenlijk. Want hij was vorig seizoen natuurlijk wel wat publiekslieveling. Zeker. Ja, maar het niet heel erg gereageerd volgens mij. Gaan we het zo over hebben? Prima, Freek. Ik draai het door elkaar, joh. Jij bent de leider. Dat was een bruggetje. Bruggetje. Ja, maar daar zijn we niet zo goed in. Te vroeg bruggetje. Ik is wel van de bruggetjes, hoor. Oké. Van spektakel in het Philipsstadion naar het spektakel in de Arena. Nee, het was echt helemaal niks aan. Maar dit heeft natuurlijk weer te maken. Je hebt twee teams nodig. Sparta gaat gelijk terug, maakt het klein. En Ajax was vooral gewoon de eerste helft heel erg slordig. Kijk, dan heb je als het lekker draait, dan is het een ander verhaal. Dan kun je zo'n ploeg ook op een gegeven moment kapot spelen. Maar aan de andere kant, dit soort tegenstanders, je moet gewoon winnen. Dat hebben ze gedaan. Nou ja, Traoré, prima doelpunt. Sinkgraven worden overigens wel. Vond ik echt een goede wedstrijd. Ja. Dus dat zijn wel weer natuurlijk leuke dingen. En je wint. Je pakt weer de nul. En tussendoor zie je toch wel genoeg momenten die aantrekkelijk zijn. Zoals die 2-0 is gewoon een mooi doelpunt. Met een mooie actie van Ziyech ook. Uitstekende goal. En, trainingsvormpje toch? Ja, onderscherp. Maar ook wat Bos ook graag wil zien, dat ze gelijk de bal weer onderscherpen. Dat was ook. Maar dus dit is... Ja, nou ja, goed. Zo best moest je doorkomen. Het is een beetje hetzelfde als bij Feyenoord. Van, ja, ze geven weinig weg. Precies. En die goal die gaat wel vallen. Ja. En bij Roda speelden ze ook echt niet goed. Nee, echt maar niet goed. Dan toch... Ja.
hebben zij, had je dan Klaassen weer die weer op de goede plek staat. Ja, dat hebben ze allebei, vind ik een beetje. Ja, en dan vandaag, en nu heb je, zoals Ziyech niet heel goed. Schöne was vandaag niet heel goed, Klaas niet heel goed. Ja, dan is het wat stroperig. Maar ja, dan nog, je hebt echt geen seconde het gevoel gehad dat Sparta ook maar iets kon halen daar. Dus kansen hebben ze gehad, eerste helft en tweede helft. Ja. Was je trouwens, krijgen ze altijd wel nog, hè? Wat zeg je? Ja. Je krijgt altijd wel een kans. Dat is heel gek. Ook al heb je eigenlijk, loop je heel de wedstrijd achter die bal aan. Je altijd krijg je wel één of twee kansjes krijgen. Nou, tegen Ajax of tegen een topclub? In principe elke wedstrijd, maar tegen een topclub ook. Je krijgt een kans of een mogelijkheid om echt een kans te krijgen. Ja, weet je wel? En Utrecht, Sparta, Groningen, heb dit, maar zelfs ik heb Vitesse weer in de tweede helft gisteren gezien. Je bent Willem de liefhebber, jij? Nou ja, of je hebt wel, nou nee, dan gaan ze zeggen slecht huwelijk, maar ik heb een prima huwelijk. Maar ze kijkt denk ik niet hoor, ze is de kinderen naar bed aan het stoppen. Maar Vitesse weer in de tweede helft gezien, kwam Willem II ook totaal niet aan te pas. Nee. Laatste 10 minuutjes, pas, 2-0 vinden. Maar ook daar ga je straks over hebben, dus ben ik weer te vroeg, hè? Met de jongen die sushi ging eten met schoonouders. Precies, ik ben weer te vroeg. Kleine teaser straks, Dico Koppers. Maar Ajax wil je het over hebben. Nou ja, over Ajax wilde ik het hebben. Er was iets met Joël Veldman. Een schijnactie, dat idee dat er iemand geblesseerd op de grond lag. De jongen van Sparta keek achterom. Hè, want hij stopte, hij deed zo een beetje. En toen ging hij vandoor met de bal. Niet gezien. Eigenlijk een beetje consternatie eindelijk tijdens de persconferentie. Normaal is dat gebeurde? Jij was erbij. Er werd de vraag aan Bos gesteld wat hij ervan vond. En hij zei dat hij nog niet precies van weet dat hij eerst met zijn... Want je ziet op dit beeld goed dat hij één keer met de linkerarm en andere keer met de rechterarm achter elkaar Veldman doet van ik stop. Ja. En vervolgens gaat hij door. En Bos was dat uitleggen, toen kwam Pastoor tussendoor van ik vond het heel onsportief. En zei Bos, ik zit nog midden in mijn antwoord. Dus dat was heel even consternatie, was daarna weer goed. Maar in het stadion viel het ook op dat moment zelf niet zo op. Maar als je het zo terug ziet in beeld, denk je, jeetje Veldman, je staat 2-0 voor tegen Sparta, die er helemaal niks van bakken. Ja, en vervolgens geeft hij ook nog een brakke voorzet ook. Als je nou vrij op de keeper kan lopen of je schiet hem binnen. Nee, misschien bedoelde hij dit wel. Van ik ga er langs en dan geef ik hem vervolgens voor. Het was nog een eigen speler ook die op de grond lag, hè? Traoré volgens mij. Ja. Ik vind het niet, ze zullen er waarschijnlijk nu allemaal om lachen en dat doe je ook. Ja. En dat voor de rest geen invloed. Maar er zal daar even een belangrijke goal uitvallen. Dan schop je hem toch de reclamebord in. Wij kregen de bal terug. Het was een hoofden tegen elkaar. En we zouden de bal terug krijgen. Dus die gasten moesten die bal terug spelen. En dus Beugels zei, ik doe het wel. Hup. Nam die bal snel mee terug. Huppakee. Gewoon opbouwen, moest ook wel. Nou ja, toen hadden we de bal, ik moest ook wel lachen, Die nam hem even snel mee. Maar hier twee voetballers, het is een ongeschreven regel dat het eigenlijk niet gebeurt, toch? Ja, ik vind nog steeds, geef gewoon die bal terug. Jongen. Ja, maar nu was het, hij had echt de bal aan zijn voet. En hij staat voor hem en zegt, kijk, daar ligt er iemand. Ja, wat zou jij doen als jij dit... Dat vind ik gewoon echt heel slap. Gaat hij over de boarding? Ja, maar dat vind ik heel slap. Vind ik eigenlijk heel sneu, zelfs. Ja, maar wat Freek zei, het is ook bij 2-0 tegen Sparta. Ja, 2-0 tegen Sparta. In de laatste minuut in de titelstrijd werd ik, want er staat 0-0, dan kun je nog denken. Maar ik ben dat is er nog niet van gekomen, want het kwam niet zo goed door. Maar ik ben heel benieuwd, als Veldman nu vanavond zo thuis zit en hij ziet dat terug, als die denkt, jeetje, dit is wel een beetje simpel van me. Niet echt voor Veldman ook iets. Ik denk dat Veldman ook zoiets moet hebben. Ja, dan moet ik eigenlijk als international van Oranje en zo. Maar zo stel ik helemaal niet aan beginnen, joh. Dat soort dingen. Dat zal hij waarschijnlijk niet. Dacht hij, was het gewoon een... Gewoon even een ginnegrappie, weet je, dacht hij zo. Maar uiteindelijk wordt er dan natuurlijk heel veel over gesproken, Toen wij nog in die oude kelder zaten, toen het altijd snikheet was en iedereen kapot ging. Hadden we het altijd over, man, wat doet Alex Pastoor goed bij Sparta. Man, die doet het toch zo goed bij Sparta. Die heeft het zo op de rit. En sinds november niet meer gewonnen en ze moeten nu gewoon echt op gaan passen. Hebben ze nu 2 uit 9 of zo? Ja. Oeh. Ja, 2 uit 10. De laatste keer. 10. 2 uit 10. Na deze wedstrijd 2 uit 10. Ja, de laatste keer dat ze wonnen was Heerenveen thuis in november. 3-1. Staat nu onder de streep voor het eerst weer. Ja. Maar was die hype te vroeg over Pastoor? Of is het bij Sparta op dit moment gewoon dat ze wel goed voetballen en niet beloond worden? Nee. Vandaag niet meegerekend. Maar het is ook niet zo'n hele bijzondere selectie. Volgens mij is het ook gewoon een elftal wat nu staat, wat hoort te staan. Ja, kijk, in die hype, die vind ik echt de rotmedia, maar daar zijn wij daar het grootste onderdeel van. Die gaat dan natuurlijk ook gelijk in. Pastoor wint 2 keer, 3 keer. En dat wordt gelijk een hype. Maar ja, het is allemaal niet zo heel bijzonder geweest. Toch, wat Sparta? Ik een beetje vind, ik vond dat zij, vorig jaar waren zij echt het beste team van de eerste divisie. Je hebt er tegen gevoetbald. Ja, en ook makkelijk kampioen geworden. En zij hadden een hele goede basis staan, vond ik. Ook die de eredivisie in kon.
En dan vind ik dat ze best wel veel spelers hebben gehaald. Waarvan ik denk van ja, Calero, is die nou beter dan Bronjo? Ja. Nou, ik denk het niet. Nee. Pinto of zo, een linksback. Hebben ze nog een Franse spits, Crevilleu of zo, weet ik hoe je heet. Ja. Allemaal dat ik denk van beetje middelmaat. Gooi die drie centen of van die gasten op een hoop. En haal één goeie. Weet je, nou, alles allemaal van die beetje halve bakken. Maar dit wat wij terwijl ze echt wel een goede selectie hadden vorig jaar. Die ook best wel in de eerder. En als je dan een paar goeie erbij bent, dan drie, vier goeie erbij. En je hebt wat jeugdjongens die doorkomen. Want Stokkers wordt nu verhuurd. Ja. Die kan je ook prima als derde spits houden. In plaats van eentje uit Frankrijk. En dan Pogba als stormram. Nou, prima. Heb je, Want dat is dus wat wij voor de uitzending hadden. Wat jullie ook hebben van Jupiler League naar Eredivisie. Er moet iets bij, maar wat wel echt een meerwaarde is. Ja, er moet een meerwaarde zijn. Het kan vaak niet op dezelfde voet verder. Ja. En ik moet natuurlijk wel zeggen, bij de Eagles was het vorig jaar, wist ik tenminste, dat heb ik natuurlijk laten vertellen. Maar dat was ook gewoon het opportunisme wat er op een gegeven moment in zat, waarop hun een goede fase aan het eind hebben en uiteindelijk zijn gepromoveerd in de play-off. En Sparta was natuurlijk wel een ploeg die gewoon heel stabiel was en heel sterk. Ja. En heb je een aantal sterkhouders in, nou, die kunnen dan echt wel een stap maken. Dat hebben wij toen met Excelsior ook gehad. Met die sterkhouders kan je echt wel een stap maken. En als je daar inderdaad goede extra meerwaardes bij zoekt, ja, dan heb je wat. Maar ik ben wel blij, dat is een begin meestal als je die piek hebt. Je kan beter wat later die piek hebben. Zoals jullie nu. Nou ja, wij hebben hem nog niet. Wij gaan erin. Wij gaan nu. Dat is ook niet leuk voor Freek, als nu wel in zijn. Ja, nee, je mag niet. Maar ook die versterkingen. Want zij hebben nu. Ze hebben twee goede middenvelders. Goede versterkingen in de wijk. Crowley. Maar ik heb. Zijn allebei goed, ja. Ja, ik heb hem dus na die wedstrijd. De eerste wedstrijd van de winterstop was Go Eagles AZ op de vrijdagavond. Ijskoud in Adelaarshorst. Toen stond ik na afloop met hem te praten en de hele discussie bij hem. Dat was wel een goede gast hier bij jij trouwens. Uitstekend, Freek Jansen. Ja, zeker. Nou, het is een jongen, maar ik weet niet of jullie dat weten. Hij heeft dus zowel voor de Ierse en de Engelse jeugdploeg gespeeld. En er is heel veel te doen om hem in Engeland en in Ierland. Want inmiddels de bondscoach van Ierland heeft met hem gesproken. Hè, of hij alsjeblieft voor Ierland wil kiezen. Nou, toen stelde ik hem die vraag. Toen zei hij, nou, daar ga ik absoluut niet over praten. Maar het is voor mij een heel grappig ventje. En kan bovenal heel goed voetballen, Sander. Ja, ik kan heel goed voetballen. Staat bij Arsenal onder contract. Debuteerde voor mij al op zijn 16e, als ik het goed heb. Dat weet ik niet, eerlijk gezegd. Maar ik kan ontzettend goed voetballen. En het leuke is, hij geeft paas. Hij geeft dat iedereen eigenlijk bij ons in het team dan het niet verwacht. Ja, dat is het mooie. Dat is wel vervelend voor die andere jongens. Nee, maar hij doet dat gewoon goed. Maar bijvoorbeeld Antonia, die is razendsnel natuurlijk. Dus hij op middenveld onderschept de bal, speelt iemand uit. Dan heeft hij die bal. Dan denk je, nou, hij geeft hem mee in de diepte. Dan moet Antonia lang. Dan wacht hij nog één, anderhalve seconde, weet je wel. En dan, bijvoorbeeld gisteren was net, dan draait net die kanon omdat hij terug moet sprinten, dat hij erachteraan moet sprinten. Yeah. En dan gaat die bal eigenlijk gewoon langs die kanon. Maar ja, die kanon die ziet hem niet, omdat hij vooruit zit te kijken. En dan geeft hij hem niet aan de buitenkant, maar geeft hij hem net aan de binnenkant. Yeah. Dus dat hij precies voor de goal uitkomt. Zo. Ja, je zag gisteren ook een paar keer dat hij goede ballen had. Antonia is daar wel blij mee, denk ik. Maar hij heeft er zo oog voor die steekbal. Dat is echt, kan heel goed mensen voor de keeper zetten. Goeie teaser zo meteen. Gaan we het zo hebben over de wedstrijd van het weekend. Hadden wij het natuurlijk vrijdag al over in de podcast. Go the Eagles tegen Adel Den Haag. Ik wil het nog heel even kort met jou hebben over Piet Keizer. Ja. Eerder dit weekend overleden. Waren er speciale acties in de arena? Ja, het was echt bijzonder eerbetoon. Als je het hebt, dan laat me zeggen dat het spel was het ene. Maar aan de andere kant was de sfeer eromheen. En dat was echt een mooi eerbetoon aan Piet Keizer. Grote spandoeken, toespraak van de Sar. Een minuut stilte, een 11e minuut, een staande ovatie. Een heel mooi filmpje, wat door Ajax in elkaar is gezet met mooie muziek eronder. Het was echt indrukwekkend. En jij bent voor Voetbal International in ieder geval de laatste die hem heeft geïnterviewd, hè? Ja, dat is het. Kijk, hij is natuurlijk van voor onze generatie als voetballers. Als voetballer. Dus daar weet ik niet veel beelden van. Niet meer dan je iedereen weet. Ja, wat de beelden. Ja, we zijn dezelfde leeftijd. Dus heb je maar ik heb wel de eer gehad om hem vorig jaar, november 2015, om met hem 2 uur te zitten voor een groot interview. En dat deed hij ook niet zoveel, maar het zat hem toen heel hoog. Dat was nog in de tijd dat Ajax met al die kampen en al die strijdjes en noem alles maar op. En toen wilde hij wel echt zijn verhaal doen. En dat was wel heel interessant om met hem over voetbal te praten. Omdat
binnen Ajax, iedereen had, ja, en iedereen had, zei iets eigenlijk met dubbele agenda. En hij gooide op dat moment eigenlijk gewoon alles eruit. Dus hij durfde Cruijff, zijn maatje, aan te pakken. Maar hij durfde ook die andere kant hij aan te neutraal, pakken. Dus. Hij was neutraal. Ja. En hij durfde inderdaad ook gewoon de vinger op de zere plek trekken. Ook over de jeugdopleiding. Van, toen kwam natuurlijk heel veel jongens die op 15, 16, 17-jarige leeftijd naar Ajax werden gehaald. Ook uit het buitenland. En die deputeerde het dan en zei ze eigen jeugd. En dan was hij echt zo van, onzin, dat is geen eigen jeugd. Eigen jeugd is als we ze zelf opleiden. Dus hij was daar heel erg mee bezig. Dus dat was... Gaan jullie ook nog iets mee doen met Voetbal International? Zo, alsof of we er iets mee gaan doen. Ja, ik heb het gisteren laten vertellen dat we komende woensdag in het nummer, in het weekblad, dat we daar wel groot mee uitpakken. Dat volgens mij pagina's of 60 in totaal. Met uniek fotomateriaal uit het verleden en verhalen, ook met mensen die dicht om hem heen stonden. In het weekblad Voetbal International? Dat is een andere, daar komen we later op terug. En daar heb ik ook uitvoerig commentaar op. Maar dat is tegenvallen dat Van der Sar dat het van dat blaadje af moest doen, hoor, trouwens. Ja, hoe was dat? Want dat was echt gênant wel, vond ik. Ja, ik vind dat sowieso altijd met dat soort speeches en dat soort dingen, dat mensen het voelen. Ja, nee, maar... Ja, het maakt niet zoveel uit wat je zegt, nee, toch? Inderdaad. Nee, maar dat vond ik al één. Maar twee, als je dan hele ingewikkelde dingen ging zeggen, of misschien het doelpunt, het aantal, dat je dat even niet meer weet en dat je het opgeschreven hebt. Maar hij zei zinnen, was een memorabele Ajax-ziet, wat hij allemaal had gedaan en... Ja, dat ik dacht van, nou, dit was niet de hogere school. Er was niet een of andere wiskundige berekening. Ja. En wij hadden nog op de perstribune, een kleine, dat weet ik niet, moet ik maar kijken, misschien dat de kijkers het weten, van dat hij oplas of zei, ja, dat leefde in 1973 de wereldbeker op. En toen werd bij ons discussie, dat was in 1972. Maar ja. Dus heeft hij het ook nog verkeerd dan opgeschreven? Dat weet ik dus niet, misschien dat het fout is, maar als dat ze wist, dan is het misschien, dan was het toch nodig geweest. Met ja, ik ben wel blij dat ik een blaadje heb voor de volgende quizvraag namelijk. Leuk. Kijk eens, de quizvraag van de week. Wie won de Europa Cup 1 met een club uit zijn vaderland? Na een gewonnen penaltyreeks pakte enkele jaren daarna de Champions League met een buitenlandse club. Na opnieuw een gewonnen strafschoppenserie en verloor weer enkele jaren later de UEFA Cup finale met weer een andere club in de reguliere speeltijd. Goed, laat deze even op je inwerken. Misschien kunnen we nog een keer voorzetten dat de mensen thuis hem gewoon rustig op hun gemak even kunnen lezen. Dus dit is één zin, hè? Het is ook weer Nationaal Dicté is wat hier ook voorbij komt zo in een... Dus ik zag Sander ook kijken of ik het goed had voorgelezen. Voor mij heb ik het uitstekend voorgelezen. Ja, ik geloof je. Maar ik kan er nog één keer voordragen. Wie won de Europa Cup 1 met een club uit zijn vaderland? Na een gewonnen penaltyreeks pakte enkele jaren daarna de Champions League met een buitenlandse club. Na opnieuw een gewonnen strafschoppenserie. En verloor weer enkele jaren later de UEFA Cup finale. Met weer een andere club in de reguliere speeltijd. Jimmy, kom er maar in. Goed, heb jij een idee? Nee, geen flauw idee. Geen flauw idee. Gavanelli. Ja, nou, ik zit dus wel te denken. Van Juventus, denk ik. Ik ook Juventus. Juventus tegen Ajax en dan een paar jaar later... Ja. Nee, want toen was het Champions League al, hè? Oh ja, dus is dat verschil? Europa Cup 1 is ervoor, dus die tweede is ja, Champions maar, League. Ja, maar hij won niet met... Oh nee. Dus hij was een buitenlandse club. Oh, de Ster Belgrado. Dat was toch penaltyseren toen? Ja. 1991. Maar goed, mocht je aan ons heb je dus niet zoveel. Mocht je wel het juiste antwoord weten, hashtag FC Afkikken, dan maak je kans op een voetbalcultse shirt. Geldt ook voor jou hoor, Freek. Als je op de terugweg in de auto na zit te denken, misschien weet ik het nu wel. Of Sander Fischer natuurlijk, koning van de voetbalquizzen. Ja. Ook trouwens koning van de 30 seconds en Pictionary, maar dat is een hele andere discussie. Maar dat zeggen. Laten we het even hebben over de wedstrijd van het weekend. Go Ahead Eagles, Adenaar. Ja. Een must win, hoorde ik al bij de trainers zeggen. Belangrijke punten. Hoe hebben jullie toegeleefd naar het duel? Was het iets speciaals of niet? Goed, positief eigenlijk. Goed gevoel. Vooraf merkte je dat het extra druk erop lag? Of dat eigenlijk... Nou, ja, we hadden gewoon een ontzettend goed gevoel na NEC. En hoe gek voetbal dan ook kan zijn. Twee weken ervoor zit je echt met een kutgevoel. Na Utrecht, dat je 1-0 verliest, dat je helemaal niet hoeft te doen. En ja, dan in 1,5 week tijd is het compleet omgedraaid. Hosanna. Hosanna, in ieder geval wel in ieder geval een heel goed gevoel en heel veel vertrouwen dat we eigenlijk ineens hebben. En dat is misschien gek als je gisteren nog op de laatste plaats stond. Maar nu hebben we ineens een ploeg met vertrouwen. Waar we vertrouwen in hebben dat allemaal goed komt. En iedereen had eigenlijk gewoon een goed gevoel in die aanloop naar die wedstrijd toe. Ja, heb jij het gekeken, die hele wedstrijd? Ja. Ik heb de hele wedstrijd gezien en dan kom jij weer aanzetten. Ja. Met dat ik de tijd vond. Ja, dat was goed huwelijk. Ja. Nee, ADO was... ADO, ik vroeg...
van vond je ADO ook zo onthutsend zwak. Ja, er komen namelijk ook vragen in de chat, sowieso van Freek, maar ook van jou, Sander. Echt verschrikkelijk. Als je zo over de, naar de overkant keek, naar het verdedigingsduo bij ADO. Hoe heb je naar die twee gekeken gisteren? Nou ja, ik denk niet dat die hun gelukkigste wedstrijd speelde. Nee, die zitten niet zo relaxed op de bank. Nee, ja, laten we eerlijk zijn. Ja, dat was niet best. Hun hebben het al weken wel zwaar. Ja. En dat... Kijk, dit zijn ook wel de mooiste tweets. Hè? Van Lange Toepie, lekker bezig Lange Toepie. Na de winterstop heeft iedere spits van de tegenpartij gescoord tegen het centrale duo van FC Den Haag. En dat is een ademman, hè, Lange Toepie. Anders zet hij niet FC Den Haag neer. Oh ja. Ja. Matsen, Reza, Dolberg, Wolfswinkel en Hendricks. En komende week Jurgensen. Ik vond Beugelsdijk, voordat hij naar Frankfurt vertrok, vond ik hem echt prima doen bij Den Haag. Echt, Vorig seizoen vond ik ook nog wel, hè? Maar volgens mij minder? Terug is, weet ik niet. Ik zie hem ook bij Amstel Live. Zie ik hem op podium staan, liedjes zingen. En ook denk van... Was je jaloers als Volendammer? Nou, zingen, dat gaat bij mij niet gebeuren, hoor. Dat is de enige Volendammer die dat niet kan. Ja, ja. Ben de enige die niet zingt? Politieke partij ging je volgens mij... wou je toch in? Ja. Dat ik ook wel denk van, ja... Het is wel zo bij hem, iedereen wil wat van hem. Ja, tuurlijk. Dat is natuurlijk een goed zak, die waarschijnlijk geen mee... Maar dat is het vooral, Kees. Het is vooral echt een gouden vent. Ja. En het is inderdaad een goed zak. En iedereen wil wat van hem. En of de politieke partij is of iets anders. Ja. Het is allemaal een graantje meepik. Ook omdat hij natuurlijk populair is en het gezicht. Tuurlijk. Alleen hij is natuurlijk wel een speler. Het is gewoon, hij moet zich vastbijten in de spits. Ja. En dan weet hij zelf ook klaar. Dat heeft hij zijn hele leven moeten doen. Precies, dat kan niet goed. Alleen als je nu in het team zit met allemaal Los Santos, dan moet hij eigenlijk veel te veel doen waar hij eigenlijk voor is. Ja, goed, dat is het wel. Kijk, het is niet alleen Beugelsdijk natuurlijk. Hè. Op dit moment ontbreekt gewoon heel dat team. Beetje van die keeper. Aan vastrijden. Ja, die heeft een houten been, lijkt het. Ja. Maar schaken? Ja, die houten been. Ja, maar hoe hij uitkwam. Ja, eigenlijk. De uittrap ook. Ja, ik ken die voetbal totaal niet. Nee. Van een houten been. Die heb ik lang niet gehoord over keeper. Nee, maar dat is ook... Malone nog een betere optie. Dat net als over Sparta met die spelers. Ja, wel een goede bal. ADO is dat ook. Die hadden dan een keeper uit Letland. Waar komt die vandaan, weet ik het? Litouwen, Meisner. Dan hebben ze nog een Tribul, of dan hadden ze een Argentijnse rechter. Die hebben ze alweer weggestuurd. Weet je, dan denk ik ook, jongens, tuurlijk, jezus. Ja. En dan zeg ik niet dat de Nederlandse spelers beter zijn, maar dan zorg je in ieder geval voor een betere basis. Ja, en dat het publiek zich een beetje kan identificeren met die... En dat is dit, de ADO, het is vlees nog vis, het is niks, het is geen balans, het is los zand, het is... 9 buitenspelers, maar Becker moest komen, die zit alleen maar op de bank. Ja, en als hij speelt, presteert hij ook helemaal niks. Ja. Nou ja, schaken... Redelijk over de top, toch, nu? Dat mogen we toch wel stellen? Ja, dan word je redelijk kun je weghalen. Dat is gewoon laatste seizoen, dat is eigenlijk ook klaar. Nou ja, kijk, Duplan is wel... En de Groenendijk hoorde gisteren voor de wedstrijd van... Duplan is echt een speler waar hij van kan genieten, die wat extra brengt. Dat is hij ook. Alleen dat lichaam kan het ook niet meer opbrengen. Nee, ja, en je hebt spelers nodig. Je ziet inderdaad dat hele elftal wat Sander zegt. Ja, gewoon, het is het niks. Het is natuurlijk niet alleen die jongen. Nee. Weet je, het is niet alleen Beugelsdijk. Het is gewoon... Ja, op dit moment is het... Ja, wij hebben gewoon een goede vader dat we nu treffen. Daar waren we natuurlijk blij mee. Ja. Gaat zo over jullie hebben. Even kort over ADO. Groenendijk heb je vorig jaar mee gewerkt. Snap jij die keuze dat ADO hem nu aanstelt in deze fase? Ja, goed. Ze hebben natuurlijk gewoon een trainer nodig. Maar is het een trainer die echt de ploeg bij de hand kan pakken en ervoor kan zorgen dat het een team wordt dat weer kan strijden om in de Eredivisie te blijven? Kijk, of zie jij... Hij gaat wel van een bepaald voetbal wil die uitgaan. En daar, kijk, hoe je het natuurlijk ook wendt of keert... Ze hebben ook niet zo'n slechte selectie als ze laatst hoeven te staan, hè? Nee, vind ik ook. Laten we eerlijk zijn. Nee, want, dat bedoel ik, maar hij moet er wel een team van maken. Ja, tuurlijk, dat moet gebeuren. En het ontbreekt op dit moment echt aan vertrouwen. Maar het is ook niet zo dat het allemaal jongens zijn die er geen pepernoot voor kunnen. Of die laatste horen te staan. Er zit echt wel kwaliteit in. Meijers missen ze nog, hè? Meijers, die komt er terug. Nee, ja, goed. Ja. Hè, als je die terug hebt en je krijgt wat vastigheden... Kan ons centraal zitten. En als Havenaar echt weer gewoon fit is, dan is het ook gewoon prima spits. Dat is natuurlijk gewoon een dodelijk gevaarlijke jongen als je het over kop hebt. Ja. Net met de jong. Ja. Ja. Als, die is anderhalve kop groter dan iedereen. Ja. Ja, maar goed, alleen maar jij zegt ADO heeft een goede, in ieder geval een selectie waar je niet laatste mee hoeft te staan. Nou ja, ik vind dat ze in principe voldoende kwaliteit hebben. Wie gaat er dan rechtstreeks degraderen volgens jou? Als het ADO niet is? Ja, ik vind het moeilijk. Ik vind het echt moeilijk. Ik zou het niet weten. Ja, maar dit, wat denk je op dit moment? Wij in ieder geval niet. Nee, het was wat geweest dat je zei, nou, we hebben gisteren gewonnen, maar we gaan er wel rechtstreeks uit. Dat zou wel mooi zijn. Nee, maar dat weet ik zeker. Dat weet ik echt zeker. Maar
Ja, maar als je nu moet zeggen, er zijn nog 12. Als je nu moet zeggen, Den Haag, als je dat ziet op het veld. Ja, maar ja, dat kan. Dat dacht ik bij Go Ahead ook twee wedstrijden terug voor NEC. Denk ik, nou, als ze deze nou echt weer verliezen. Ja, maar dan wij het op de vrijdag middelborrel al met een paar over gehad. Dat ADO gewoon omdat het bovenin in die club. Ja, het zit allemaal. Alles gaat mis. Nee, dat is waar. Het is gewoon één. En dat is bij die andere clubs natuurlijk. Daar zit er wel een bepaald gevoel van. Ja. Zo'n grap, Wolters die zei dat toch? Ja, het borrelt bij Go Ahead. Ik denk, nou, ik weet niet. Ik weet niet of je weet bij welke club je nu zit. Ja, maar, nee, daar moest ik ook wel lachen. Ja, het borrelt en het is onrustig bij een Go-Ahead. Toen dacht ik van ja, er staat natuurlijk wel wat druk op. Ja. Maar op zich hebben we wel een goed gevoel. Ja. En ik vond het mooi. Ja, het borrelt, maar daar was de afgelopen week al de trainer ontslagen. Ja. En daar is het hele seizoen al één grote puinhoop. Heb je gesproken, Randy Wolters? Ik heb, toen we het veld kwamen en daarna eigenlijk niet meer. Nee. Ik heb hem niet meer gezien. Uit oog, uit hart. Nee, goed. Die jongen, wat moet ik gaan doen? Randy, wij hebben gewonnen. Ja, dat je gaat niet. Ik bedoel, die jongen die baalt ook. Ja, dat kan ik heel goed begrijpen. Hij is ook sportman. En hij had daar terug willen keren. Waarschijnlijk met twee doelpunten te maken en voor zijn nieuwe club winnen. Daar droom je dan van. Ja. En hij wordt uiteindelijk vroegtijdig gewisseld. En die is niet blij. Nee, tot slot, een hilarisch moment gisteren in de wedstrijd. De keeper met het houten been pakt rood. En dan krijgen we op een gegeven moment. Ja, dit is een screenshot uit die wedstrijd. Wie er op doel moet. Jullie stonden erbij natuurlijk als Go Ahead Eagles spelers. Ja. Weet je wat ik grappig vind? Ook dit. Lijken op elkaar. Dit beslis je natuurlijk gewoon als speler zelf. Ja, toch? Ja, maar blijkbaar is het dus gewoon. Hebben ze bij ADO dus gewoon. Nou, als de keeper nou ooit rood krijgt, jongens, en we kunnen niet meer wisselen, dan beslissen ze vanaf de kant wie er in doel gaat. Ik denk dat ze het misschien uiteindelijk gedaan hebben, omdat je natuurlijk die kanon was linksback. Dus dan had je weer geen back of zo. Ja, volgens mij was het omdat Malone terugkwam van een blessure of zo. Volgens mij was dat de reden dat ze. Hij had nog nooit gekiept, zei hij. Nee, volgens mij was dat zag ik bij die derde goal. Ja, volgens mij was het omdat hij terugkwam van een blessure dat ze dachten, dan kan hij het beste. Sorry. Ja, nee. Ja, nee, Antonia. Een mooie redding had hij. Ja, je bedoelt met. Die reden wat jij zegt. Dacht ik hoor, dat ik zo is. Twee dingen tegelijk. We hebben multitasken. Goed. Jij die redding? Die redding met zijn voet van Antonia. Op die steen, of tenminste, de Antonia Diepes pakt hij. Maar wel een Beugelsdijk had natuurlijk gewoon in doorgemoeid. Of was die al geweest? Nee, toch? Jij zegt net dat hij rustig Vermeulen. Nee, dat had er wel echt bij gepast. Maar hadden jullie, in zo'n geval, wil je misschien zelf ook wel keeper, toch? Is ook wel weer lachen, of niet? Omdat de wedstrijd is toch verloren. Nou, nee, je bent niet als een clown staan, hoor. Nee, maar zo, ik weet ook van Ricky van den Berg bij ADO Ajax. Ja, dat was cult XXL. Het zijn toch meestal meer richting voren of misschien dat je nog een keer midden. Maar achterin, dat laat je meestal toch staan. Ja, klopt. Want je gaat niet, dat is dan nog de enige zekerheid die je hebt. Precies, ja. En dan ook op het middenveld zou je dat misschien niet zo snel doen, weet je. Nee. Controleren middenveld weer, ook niet echt. Materiaal voor de trainers, de beginnende trainers. Trouwens, jij keek gisteren Vitesse Willem II. En toen zag je Dico Koppers natuurlijk een wereldgoal scoren met zijn chocoladebeen. Dico, goedenavond. Hoi, goedenavond. Goedenavond. Even gelijk naar je goal. Het moment voor die goal stopte jij omdat je een penalty wilde, toch? Hij maakte hands volgens mij. Dus ik dacht ik appelleer. En gelukkig floot hij eigenlijk niet de schijf. En schoot hem gelukkig goed binnen. Ja, je schoot hem uitstekend binnen. Met alle respect chocoladebeen, toch? Ja, dat kan je wel zeggen. Ik zag dat Kwakman laatst ook met zijn rechterbeen schoot, maar deze was ik heb iets mooier. Een beetje afgekeken, maar hij zat er lekker in. Ja, en het was een opmerkelijke wedstrijd. Ik heb alleen de samenvatting gezien. Ik was op de terugweg van Feyenoord FC Groningen. Maar wat ik hoorde en ik las, dat Vitesse de hele wedstrijd aan het aanvallen was, het niet afmaakte en jullie gewoon in de laatste 10 minuten zeiden, ja, houdoe en bedankt en de 3 punten meenamen. Ja, klopt helemaal. Vitesse was gewoon een stuk sterker en wij speelden eigenlijk een beetje op de counter. Maar in dit geval, het maakt ons eigenlijk niet uit hoe we de punten pakken. Ze waren gewoon heel belangrijk, deze punten. Ja, die zijn wel heel lekker, die. Ja, zeker. Ja, wat het extra mooie voor jou maakte, dat hoorde ik in het interview, dat je dan ook een gratis etentje aan over hebt gehouden. Ja, dat klopt. Mijn schoonouders die zeiden al voor het begin van het seizoen van, Dico, als jij scoort, dan gaan we uit eten in je favoriete restaurant en dat is in Enschede. Toen ik nog bij Twente speelde, ging ik vaak uit eten bij een sushi restaurant daar. Ja, echt top. Dus die mogen zij lekker gaan betalen nu.
En die denken, die Dico Koppers scoort toch nooit. Ja, toen wisten ze niet dat hij linksbuiten opgesteld werd natuurlijk, naarmate het seizoen vorderde. Nee, dat is waar, dat is waar. Ja. Trouwens, het juichen. Wat was dat? Ja, er zit wel een verhaal achter. Het was voor de wedstrijd kregen we een filmpje te zien van onze trainer, Erwin van der Looy. Net na de bespreking, een soort motivatiefilmpje. Dus wij gingen er allemaal voor zitten. Maar het bleek een filmpje over ganzen te zijn. Dat het hele slimme beesten zijn, dat iedereen, dat al die ganzen elkaar altijd helpen. En dat wij dat in de wedstrijd ook moesten doen, zeg maar. Dus vandaar die rare vliegbeweging eigenlijk. Ganzen. Goed, wat vonden jullie van dat filmpje? Ja, dat zag je toch wel aan het juichen. Dat zag je aan het juichen, dus wat ze ervan vonden. Ja, mooi toch? Het was een filmpje, ja, ik weet niet, iedereen moest er wel een beetje om lachen eerlijk gezegd, maar uiteindelijk heeft het wel geholpen. Dus ik zei tegen de trainer al van, doe maar volgende week nog een ander filmpje. En, andere dieren. Ja, ja, we gaan het zien. Het grappige is, weet je, we bespreken deze hele vraag nu. Je aanvoerder, die spraken we eerder vandaag, Joris Peters, en let even gewoon, die is oprecht zo verbaasd over wat jij gisteren deed na de goal. Hey Dico, welkom in de uitzending. Je hebt zelf geschopt tot FC Afkikken. Nou, ook helemaal terecht, want je steekt in een bloedvorm. Dus vandaar dat je hier natuurlijk in de uitzending bent. Maar wat wij allemaal afvoeren, en niet alleen ik, maar ik denk heel Nederland. Waarom juichte je op die manier? Je was een of andere armbeweging aan het maken. Het leek wel een vogel. Nou, leg dat eens uit aan iedereen. Ja, goed, inmiddels hebben we het antwoord dus wel gekregen. Maar ja, Jordan snapte er dus ook helemaal niks van, maar goed. Nee, ik had wel met Tom Haaij had ik het besproken van tevoren. Van, ja, ik zeg tegen hem, ja, als hij scoort, Tom, dan doe ik gewoon een gans na. En dan, hij was eigenlijk de enige die me begreep. En samen met de trainer, die moest ook meteen lachen, hoorde ik van Tom. Dus was gewoon leuk. Ik dacht, ik doe het gewoon. Dus, dacht gewoon, die scoort eindelijk en die weet van gekkigheid niet wat hij doen moet. Ik dacht nee, dat het was. Nee, joh, dat weet je ook niet. Ja. Dico, ik weet trouwens niet of je van de statistieken bent, maar ik zie nu een statistiekje voorbij komen in de chat. Jouw laatste schot, wanneer dat was? Mijn laatste schot? Poeh. Ik heb geen flauw idee. 5 februari 2014. Serieus? meer dan 3 jaar. 3 jaar geleden. Ja, dan ben ik wel effectief. Maar goed, jullie hebben de lijn naar boven weer te pakken gekregen. We hebben het net over de wedstrijd van het weekend. Dat gaat over helemaal onderin. Waar richten jullie je nu op met Willem II? Eerlijk gezegd kijken we wel nog een beetje naar beneden. We willen daar gewoon zo snel mogelijk afstand van doen. En wat we mee kunnen pakken is eigenlijk mooi meegenomen. Maar op dit moment is handhaven gewoon ons doel. Handhaven is het doel. Heb je trouwens een nieuwe weddenschap al met je schoonouders afgesproken of niet? Of eerst deze incasseren? Ja, ik ga eerst deze incasseren en ik ben benieuwd waar ze nu mee komen. Dus het zal vast wel weer eens leuks worden. Oké, hartstikke goed. Nou goed, dank ook voor je ganse dansje. Als je over 3 jaar weer scoort, dan leven in 2020. Welk dier ga je dan nadoen? Ja, ik weet niet. Doe maar een gek beest, maakt mij niet uit. Ik doe hem gewoon na. Oké, we vragen het wel even hier in de chat. Als er dingen voorbij komen waar je een beetje op kan dansen, dan laten we het weten. In ieder geval, dank voor je tijd, Dico. En veel succes komende tijd bij Willem II. Ja, dankjewel. Hoi. Heb je dat wel eens gehad? Dat je scoort, Sander, en dat je eigenlijk niet meer weet wat je moet doen? Nee, ik weet niet. Ik ga altijd schreeuwen of zo op een of andere manier. Hey! Ja. Oké. Okay. Jij deed na een mooie treffer, moesten ze jouw schoenen poetsen. Ja, ik wist dat als het sloeg ook nergens op. Maar ja, goed. Alleen Mo Betty begreep hem niet. Die bleef mijn schoen vasthouden. Ja. Die had niet aan het poetsen. Wil je schoen pakken? Ja. Ik doe mijn schoenen. En dan is natuurlijk, ik denk, ja, godverdomme, miljoen schoenenpoetsers in Marokko. En jij weet niet jij weet niet dat je schoen moet poetsen. Die had de schoenen uitgetrokken. Ja, nou ja, ik weet niet. Die bleef gewoon mijn schoen vasthouden. Die bleef gewoon mijn schoen vasthouden, maar ja. Hey, maar zo'n filmpje over ganzen. Jij bent trainer. Het werkt, Freek. Je ziet het. Waarschijnlijk is hij daarna weggegaan en hebben die spelers elkaar aangekeken en gedacht, deze trainer is niet helemaal... Voorstellen dat dit soort... Die hebben gedacht, dit is gek. Ja, Van der Looy, dit ook, kan ik me helemaal niet voorstellen. Maar jij hebt hem gehad toch als trainer? Ja, 2 jaar als assistent. Heel nuchter en prima, weet je. Ja. Wat is het gekste motivatiefilmpje dat jullie ooit hebben gehad? Dat je echt denkt dat je net zoals dat Freek zei dat de trainer wegging, dat jullie echt dachten, wat hebben wij echt net gezien?
Nee, ja, ik heb wel eens van die standaard dingen gehad, maar niet ganzen film. Nooit een motivatiefilm. Mocht iemand hem trouwens, dat zegt iemand hier in de chat, een mooi motivatiefilmpje, een haai die Freek Vonk bijt. Over dieren gesproken, maar goed. Laten we het weer over voetbal gaan hebben. Over trainers gesproken. Heerenveen AZ. Bij AZ was het lang onduidelijk of John van der Brom mocht blijven. Nou, die heeft inmiddels verlengd en die wint vandaag ook in Heerenveen. Vond je het raar dat het zo lang duurde? Dat de top van AZ zo lang wachtte met het verlengen met hem? Waarom? Dat is toch iets waar je heel goed over moet nadenken. En ik denk dat het altijd moeilijk is voor een top. Je zit natuurlijk ook in fase. AZ zat in een wat mindere fase. Maar ja, ik vind het heel normaal. Ik weet niet of ze de spelers ook hebben bevraagd. Volgens mij niet, zoals je dat een beetje uit de media begreep. Maar misschien ook weer wel, dat ze met de spelersraad hebben gezeten. En ja, ik vind het niet zo raar dat dat... weet je, waarom moet dat allemaal voor een bepaalde tijd? Laat dat rustig gaan. Die datum verstreekt toch ook pas later? Ja, 1 maart geloof ik toch? Ja. Ja. Het was opeens vorige week, was het opeens rond. Ja, nee, oké, maar goed. Dan hebben ze in principe toch nog tijd zat. Tenzij ze eerder willen, dan... Maar het is meer normaal gesproken, weet je ook, tijdens trainingskampen rond trainen. Dan wordt het vaak rond trainen. Je zag het ook met Ron Jans, werd dan bekend, die ging weg. Ja. Misschien hebben ze ook nog wat anders. Ja, ik vind dat het wel dat raar. Kan ook, dat is ook wel interessant. Het kan ook zo dat ze misschien gehoopt hebben op iets anders. Dat ze dachten van, nou, misschien die of die nog vrij. Dat ze dat hebben geprobeerd, gepolst. Nou, niet geworden. Nou, dat ze toen hebben gedacht van, ja, wat jij wil. Ja, en het gebeurt eigenlijk nooit dat ze het seizoen afwachten. Terwijl dat helemaal niet zo'n rare gedachte is. Nee. Dat kan tegenwoordig ook bijna niet meer, hè? Ik bedoel, als je blijft wachten dan, en je komt er niet uit met hem, dan heb je dus ook niet een alternatief. Ja, tuurlijk wel. Weet je hoeveel vrije trainers er zijn? Ik snap het, maar je zit wel in een bepaalde... Ja, maar goed, hoeveel goede er zijn. Ja, ja maar ja, je ziet nu ook trainers continu weer banen krijgen. Dat je denkt van... het gebeurt nooit, maar ja, ik vraag me wel eens af. Op zich, 2 maanden geleden worden ADO nog met Petkovic 2 jaar verlengen. Zouden ze maar gedaan hebben in de winterstop. Zo. Ja, alle goals van Heerenveen trouwens in 2017 is van Reza Goganiad. Ja, dat zegt ook wel wat op dit moment. Niet echt erg sterk gekiept trouwens. Nee, die goal. Dat was een gebeurde raar, daar nou, hè? Kijk, dat zei je ook gelijk. Ja, zo raar. Vast of zo. Ja. We kregen trouwens aan het begin van de uitzending ongeveer 837 vragen of de rode kaart van Sint-Juste terecht was. Ja, in de herhaling zie je dat hij hem volgens mij niet echt raakt, maar ik dacht ook... Intentie, toch? Ja, toen ik het zag en net ook hier op de redactie, toen je, weet je, als je het zo gewoon meteen zo zag, dan dacht je echt van wow. En Nijhuis heeft het ook zo gezien, dus ik snap helemaal dat hij rood trekt daarvoor. Maar 95e minuut, de tijd is al voorbij, de scheids kan elk moment fluiten. Ja, daarvoor ook nog een momentje. Ja, het klapt toch? Ja, ik denk dat hij in zijn zicht of zo. Maar dan gaat hij voor 4 geschorst worden of zo, denk ik. Plus nog een keer 4. Is die klaar te zoeken? Ja, kan hij op vakantie? Kan hij naar Ibiza? Dat is begonnen. Ja. Maar goed, ze wel missen. AZ nu 4e. Knap dat, dat ze dat opnieuw weten te bereiken. Halffinale beker. Deze donderdag in de Europa League tegen Lyon. Ja. Ja, dat is knap met AZ. AZ is eigenlijk, als je kijkt, hebben die qua rendement, het topseizoen, halffinale beker, grote kans finale met Cambuur thuis. En dat wat je zegt, Europa League overwint het. Ja, en de competitie gewoon op de plek waar ze horen te staan. Die is echt knap. Ja. Dat is echt knap, terwijl de presentator... Dat is wel een beetje wisselvallig is, hè? Ja, en de presentator van deze show die is helemaal niet onder de indruk van AZ ook, hè? Ik heb ze tegen jullie gezien. Ik heb ze tegen PSV gezien. Ik heb ze behoorlijk veel... Tegen Heerenveen voor de beker waren ze ook slecht. De betere ploeg. Maar toch weten ze dus wel punten. Ja. Dat was een momentje dat uit het niets opeens Weghorst wegkwam. En toen die 0-1 maakte. En toen was het 0-2, 1-2 nog. En toen was nog een hele hectische slotfase. En toen zat ik naast de analist van Sparta. Zat ik op de tribune en toen keken we daarna. En toen zei hij ook, ja, voor mij, als je AZ nu bij de strop pakt, wat Sparta die week daarna ook deed. Toen speelden ze ook slecht tegen Sparta thuis. Zette Sparta hoog druk bij AZ en dan wist AZ geen raad meer. Maar goed, staan 4e. Laten we ook even kijken naar de stand. Dan kunnen we dat gelijk zien. Dat blijft gewoon knap. Ook al is deze presentator dan niet heel erg onder de indruk van AZ. Ze staan toch 4e wel. Je hoeft ook niet helemaal sprankelend voetbal. Heerenveen heeft na de winter prachtige wedstrijden gespeeld. En maar niks gepakt. Winnen niks. Dus op Rijn nu niet gewonnen, Heerenveen. Nee, dat is inderdaad. Ja, kijk. Bovenin, laten we hopen als neutrale kijker. En voor mij zijn we hier allemaal redelijk neutraal over de top 3. Dan hopen we dat het nog iets dichter bij elkaar trekt voor een episch slot.
En dan mogen we het jou misschien wel gunnen als Rotterdam dat Feyenoord dan voor het eerst sinds 99 weer kampioen wordt. En dan ja, laten we toch even onderin kijken. Onderin. Ja. Ja, het gat is nu wel tussen 13 en 14 gemaakt, denk ik. We moeten 18 is Den Haag dan, hè? Ja, daar komen we nog wel weer terug, hoor. Ja, 18 is ADO Den Haag, ja. Oh ja, was staat twee keer. Je staat twee keer op. Hey. Scherp, Kees. Hey, maar je hebt dus vrijdag heb je Roda tegen jullie. Wij hebben Roda vrijdag. Ja, dus dat is 15 dat is tegen 17. Heel, dat is wel weer heel interessant. Ja. Nou, het is 18 die op zoek gaat bij nummer 1 komende zondag. Het is, Feyenoord gaat naar ADO, ja. Maar goed, Feyenoord vloog ook bij jullie toen jullie 18 stonden. Absoluut. Ja. Ja. Nee, het stonden we. Sterker nog, jij zei aan het begin van het seizoen, Freek, dat ADO, die ging toen naar de Kuip om het strijden van de koppositie. 4 gespeeld en 10 punten. Klopt. En toen verloren ze uiteindelijk wel in de Kuip, want toen ging Petrovic... Ging 4-4-2 spelen, ja. Klopt. Helemaal mis. Ja, dit is het programma van dit weekend. Vrijdagavond, ja, een heerlijk duel in Kerkrade. Ben je al een beetje aan het inlezen tegen wie je tegenstander kan zijn? Nee. Nou, dat is geen slechte spits trouwens. Die kale? Ja. Dit is wel een lastpost. Wie is dat? Ja, die gisteren de Shaheen, hoe heet die? Ja, die had gisteren no 3 moeten maken, ja. Het is wel een sterk aanspelpunt. Ken de bak, jongen. Okay, dan gaan we die opvreten. Ja. Nou ja, we zien het wel wie er komt. Die gaan we aanpakken. Ja, en dan... Dan het weekend vrij. Wat is een beetje? 3 punten, het weekend vrij. Dat zijn van het weekend. Dat is lekker, ja. Ja, Vitesse Ajax, toch? Ajax. Lijkt mij... De leukste pot om naar te winnen. Leukste blijft toch die programma. Nou, Roda Go Ahead ook, hoor. Roda Go Ahead vind ik. Ja. Roda, ja. Het wordt een leuke wedstrijd. Die doet er toe. Ja, zeker. Dan hebben jullie natuurlijk ook voorspellingen gedaan voor deze week al. Jawel. Aangezien er weer Europees gevoetbald wordt. Paris Saint-Germain tegen Barcelona. Daar heeft... Oh, Kees, ja, als voorzitter van de FC Barcelona fanclub in Nederland moet je natuurlijk wel Barcelona als winst. Dat heeft Sander ook. Jij niet, Freek? Nee, ja. Nee, maar het is niet dat er een hele reden achter zit, hoor. Maar ik denk over 2 wedstrijden spelen ze uit. 1-1 en winnen ze thuis 3-0. Je staat wel bekend als iemand die een totootje spelen wel serieus neemt. Dat wel, alleen ik sta wel dik achter op jou in de wekelijkse podcast. Dus dat, dan sta jij hier niet meer tussen. Heb ik hier ooit tussen gestaan dan? Pas niet op met het EK wel, toch? Beeldscherm. Zeg je nou iets over mijn uiterlijk, Sander? Nee, zo bedoelde ik het niet. Maar... Nee, maar, ja, maar je hebt gelijk, ja. Daar had ik nog helemaal niet aan gedacht. Dank je. Hey, heb jij met Dries Mertens gespeeld? Nee. Okay. Nee. Dit is een mooie actie van de vrienden van Toto. Afgelopen vrijdag hadden we het er ook al over. Mocht je komende week €5 inzetten voor halftime, fulltime, oftewel rust en eindstand voor de wedstrijden van 14 en 15 februari, gebruik dan de code CL2017 en dan krijg je €5 gratis speeltegoed voor de wedstrijden die week daarna. Dus dat is mooi meegenomen als je bij Toto speelt. Of bij Toto gaat spelen natuurlijk. Freek, er komen nog wel wat vragen bij je. Je zette zo de nadruk op een weekblad net. Wil je nog even kort uitleggen wat het verhaal daarachter is? Nou ja, dat komt eigenlijk omdat er een artikel heeft staan in het Algemeen Dagblad. En daar... dat artikel ging eigenlijk over de afgelopen jaren bij VI. En daar werd ook onze hoofdredacteur Christian Ruzink gequote. En die had laten vallen dat op termijn ooit een kans zou bestaan dat VI een maandblad zou worden. Hoop consternatie, hoop aandacht. Maar goed, dat is totaal niet aan de orde. Want het blijft gewoon eigenlijk zo lang mogelijk een weekblad. Alleen, kijk, wat wij maken voor het weekblad, dus nu bijvoorbeeld het verhaal Ajax, dat komt natuurlijk ook dinsdagavond al vaak online. Dus dat komt ook, ja, dat kun je ook gewoon op andere platforms lezen. Dus ja, als op een gegeven moment iedereen besluit, we gaan alleen nog maar online die verhalen lezen en we betalen daar ook voor, ja, dan heeft het niet zoveel zin meer om een weekblad te gaan verkopen. Maar ja, dat gaat niet gebeuren. Voorlopig... Woensdagmiddag gewoon de voetbal internationaal. Gewoon elke woensdag, gewoon de VI. Dat gaat nooit verloren. Mooi, oké. Okay. We begonnen de uitzending, Sander, met dat jij eigenlijk iets had meegenomen voor het museum. Of het toekomstig FC Afkikken Museum. Dat is helaas nog niet gelukt. Maar we houden de schoenen tekort. Dat is eigenlijk een oproep voor jullie thuis. We hebben het vorige week al op Twitter gezet. Ja, er kan nog wat meer bij. Nou, toen kregen we ongeveer 733 shirts aangeboden. Super lief. Maar ja, we hebben al heel veel shirtjes. Maar mocht jij nou andere mooie dingen hebben. Stadionlampen, stoeltjes uit dugouts van bijzondere clubs. Of andere trofeeën, schoenen, bijzondere dingen. Laat het ons even weten. Je kan gewoon een tweet sturen. Of je kan via Facebook of Instagram gewoon een berichtje sturen. En dan zijn we hier daar zeer dankbaar voor. En dan zie je het binnenkort hier ergens terug, denk ik. Freek, kijk ook nog aan. Misschien heeft Freek ook wel iets moois.
Ik zie ga erover nadenken. De LSV-sjaal zie ik, die hing wel in de vorige studio. Die heeft de verhuizing niet overleefd. De trouwfoto nog. De trouwfoto van Kees Kwakman. Hartstikke goed. Goed, de eerste in de nieuwe studio zit erop. Ik vond het leuk om met jullie te doen. Dankjewel. Dankjewel, ja, Kees. Morgenavond voetballen. Ja, Jong Utrecht. Jong Utrecht. Zijn er nog kaarten? Nou, een stuk of 20.000. In de Galgenwaard. Oh, dus, in de Galgenwaard zelf. Dat is wel mooi. Als het gaat sneeuwen, dan wordt het bij IJsselmeervogels. Dus dat is stiekem wel een droom die dan eventueel uit zou komen voor 80 man. Dan kun je met de boot. Maar waarschijnlijk in de Galgenwaard. En Utrecht heeft een aardig team, denk ik, met Kerk en Joosten. En dus, die hebben echt wel, dus we kunnen vol aan de bak morgen. En vorige wedstrijd gewoon, was een prima resultaat voor jullie, hè? In de eerste ontmoeting. Dus, ja, toen had Freek inderdaad geld voor met verloren. Toto, dat bedoel je toch? Ja, en dat jij rood kreeg, toch? Nee, ik... Ja, goed, Kees, dank je net zo ziek van geweest. Sander, nou ja, als we je zo mogen aantreffen, graag elke week zou ik bijna zeggen. Nou, met zo'n dikke glimlach vanuit Deventer. Altijd, hè? Altijd, hè? Dat is wel waar, ja. Maar je hebt gezegd, Go Ahead Eagles degradeert niet. Nee. Wel promotiedegradatie? Nee, dat denk ik ook niet. Nee, je wil vroeg op vakantie? Ja. Oké, okay, nou ja, goed. Ja, mijn bonus binnenhalen, dus dat is die zeker. Ja. Dus, nou ja. Ja, ik wil vroeg op vakantie. Okay. En volgend jaar wil ik gewoon blijven. Oké, okay. Nou, dat is ook bij deze, want je hebt voor 1 jaar getekend. Nee, ik heb voor 2 jaar, maar... Clausule. Ja, ik hoorde hier een clausule. Ja. Stilte. Nou, dankjewel Sander. Freek, jij ook dankjewel. Goed dat je er weer was. Veel vaker op de zondagavond. Ja, nou ja, hartstikke leuk. Ja. Dat is ook wel hartstikke goed. Heel jullie bedankt voor het kijken. De rest van de week natuurlijk veel meer FC Afkikken programma's. Morgen onder andere het Jubilee League weekoverzicht. En FC Buitenland komt ook weer voorbij. Alles over de 6 grote competities in Europa met Jordi en Sir Paul. En dan woensdag voor het eerst, ja, speciaal voor de Freek Jansen. De eerste aflevering van het vrouwenvoetbalprogramma VV Kicks. Houd dat in de gaten als je een fan bent van het vrouwenvoetbal. En dan komende vrijdag weer een vrijdagmiddagborrel. En volgende week zondag om 8 uur zijn we weer met de nieuwe FC Afkikken. Voor nu bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer.